Hey, hallo! Wil jij meedoen met het UNICEF Kinderrechten Filmfestival? En met de hele klas een film maken? Ja, dat zou ik heel graag willen. Let dan goed op. Maak alleen, samen met vrienden of met de hele klas een mini-movie. Een mini-movie? Wat is dat nu weer? Ik leg het je even uit. In het Internationale Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen waar jij elke dag gebruik van maakt. Als je water uit de kraan drinkt bijvoorbeeld, of als je met je ouders op stap bent. Je met vrienden lekker aan het buitenspelen bent, dat je op school zit en niet hoeft te werken. Kies één van deze 54 artikelen uit het Kinderrechtenverdrag en maak daar je mini-movie over. Ja, maar hoe maak ik die mini-movie dan? Ho, rustig. Nu je weet waar je mini-movie over moet gaan, kan je aan de slag. Maar doe dat stap voor stap. Stap 1. Het allerbelangrijkste bij elke film in de hele wereld is het verhaal. Denk daar dus eerst goed over na. Een verhaal? Oké, dat hoeft nu niet gelijk. Het mag ook later. Oké, dat is fijn. Stap 2. Je gaat je mini-movie nu opnemen en monteren. Hiervoor hebben we de Mini Movie Maker app gemaakt. Deze is gratis te downloaden in de App Store. Als niemand op school of thuis een iPad heeft, dan mag je de Mini Movie ook op een andere manier maken. Maar zorg wel dat je binnen de 120 seconden blijft. Dat is 2 minuten trouwens. Stap 3. Upload je mini-movie naar YouTube of Vimeo. Kopieer de link naar het inschrijfformulier en stuur het op. Jouw mini-movie maakt dan kans op een remake van een professionele filmcoach. Hij of zij komt dan een dagdeel naar school om samen met de klas een verbeterende 5-minuten versie van de mini-movie te maken. En hou je vast, deze film gaat samen met andere films dan in première in een echte bioscoop. Hallo? Ik heb een leuk idee voor een mini-movie. Wat moest ik ook weer doen? Oké, nou als je even op de website kijkt, dan staat daar ook alle info. Dat was ik vergeten.